Tot grote verbazing van velen is de gouverneur van de centrale bank, Glenn Gersie, gisteravond ontslagen. Deze verbazing komt omdat de regering enkele dagen terug had aangegeven dat het mogelijke ontslag van Gersie een gerucht of gossip was. In een persbericht schrijft het Nationaal Informatieinstituut dat Gersie na een onderhoud met de president over zijn functioneren is teruggetreden. Het staatshoofd heeft hem bedankt voor zijn bijdrage aan de bank en de republiek. Op instructie van president Boutersen zal minister Gilmour Hoefdraad zaken met Gersie afhandelen. Nu al wordt gespeculeerd over een mogelijke stijging van de wisselkoers als gevolg van dit ontslag. Onze nieuwsdienst heeft met enkele cambiohouders gesproken die de garantie geven dat er helemaal geen stijging zal plaatsvinden. Integendeel, benadrukt een van hen, zal de koers juist dalen. Ook de Vereniging van Economisten en andere deskundigen hebben hun stem laten horen over deze kwestie. De voorzitter van de VES, Winston Ramotarsingh, reageerde geschokt tegenover de ware tijd. Volgens hem zal er een economische ramp volgen. Intussen heeft ook de Vereniging van Bankiers onder leiding van Ebeline Vranji een persverklaring uit te geven. Daarin is aangegeven dat zij hopen dat er snel een integere, deskundige en onafhankelijke gouverneur van de bank wordt benoemd. Volgens de vereniging moet de functie niet lang vakant gelaten worden, zodat het vertrouwen in onze munt en het financieel systeem gecontinueerd wordt. Onze nieuwsdienst verneemt vanuit betrouwbare bron dat de accountant Robert van Trikt getipt is als de nieuwe centrale bankgouverneur. Gersie zelf zwijgt in alle talen.